De Sint-Nicolaas School in Broedonk had donderdagmiddag bijzondere gasten. Stichting Hulphond kwam namelijk naar de school toe. En dit had een speciale reden. De kinderen uit groep 4 hebben namelijk besloten een deel van het geld dat ze voor hun communie krijgen aan de stichting te schenken. Maar ze wilden natuurlijk wel weten waar ze hun geld dan precies aan doneren. Daarom bracht de stichting een bezoekje om te laten zien wat de hulphonden allemaal geleerd krijgen. De kinderen zaten vol met vragen die allemaal beantwoord werden. Soms zelfs met een demonstratie. Tot slot hadden de kinderen nog een lekkernij voor de honden. En ze gaven de hulphonden nog een flink applaus.